Als je kijkt naar die arbeider, het is een anachronisme, ik heb hem maar even doorgetrokken. Ja, die wil helemaal geen vast dienstverband meer. Ik stond laatst ook voor een grote uitzendorganisatie en daar waren ouderen en jongeren. En die ouderen wilden nog wel vaste dienstverband, maar die jongeren niet meer. Die zagen dat als een ballast. Mijn zoon wil het ook helemaal niet meer. En waarom zou je niet combineren een eigen bedrijfje en het werken bij een ander bedrijf? Dat is toch eigenlijk veel natuurlijker, dat is toch veel logischer? En ze willen ook tegenwoordig niet meer 5 dagen werken. Oh, dat vind ik ook wel bijzonder. Dus als je workaholic bent, waar ik ook wel een beetje naar neig, vinden ze dat een beetje sneu eigenlijk. Een beetje sneu. Want je wil toch een leuk, lekker leven hebben. En je wil ook wel dingen bijdragen aan de samenleving, maar ja, niet ten koste van die leuke dingen. En een continu zich ontwikkelend individu. Dus dat is wel wat je ziet. En die arbeidsverhoudingen, dat is eigenlijk ook wel lachwekkend. Dat wij gaan nog steeds uit van vaste contracten, vaste mensen. Binnen elk bedrijf is het HR-management daarop gericht. Terwijl er binnen 10 jaar misschien meer ZZP'ers zijn dan mensen in vaste dienst. Dus als ik kijk naar de uitzendbedrijven, dan met alle respect hebben we het nog steeds over detacheringen. Dat is een begrip van de vorige eeuw. Tegenwoordig gaat het om het overnemen van processen door groepen professionals. En eigenlijk, de hele oriëntatie is richting de vaste medewerkers. Mijn enige advies is, probeer een duale strategie te ontwikkelen. Een primaire strategie, want je moet natuurlijk je geld verdienen en overleven. Een schaduwlijn. Met experimenten, met nieuwe partners, een portfolio aan experimenten, samenwerken met nieuwe partners waar je niet gelijk aan denkt. Niche spelers. En ontwikkel dan die schaduwlijn.